overgeschoten over. Ik ben even strammen gekleed. Hoe heet jij? Wat ik eruit heb vermoorden. We gaan nu naar het spui waar een optocht is van krakers die sympathiseren met de krakers in Kopenhagen die een kraakpand uitgezet zijn. En het kan wel uit de klauwen gaan lopen. Dat er iets verkeerd gaat vanavond. Balen? Nee. Nee, ik heb ook liever dat het zo gaat natuurlijk, maar... Oh, toch wel? Ja. Het hoeft voor mij niet mooi dan doos. Als het er is, dan is het er. Maar, nee. Oh, goeie zeg. Nou, even kijken. Doei, bedankt. Tramleiding op de Dam is naar beneden gekomen. Even kijken of het gevaarlijk is. Ik hoor net dat er geen vonken nog afvliegen, dus waarschijnlijk is het niet een belangrijk stroomdraad, maar zeker voor het onzeker gaan we toch even kijken. Geen vonken? Niet, nou, oké. Okay. Politie's maken ook wel eens grapjes. Het is een bovenleiding inderdaad, maar... Als er ervaren mensen, ervaren nieuwsmensen op een gegeven moment bezig zijn op een PD, dan weten die ook wel tot hoe ver ze kunnen gaan. En niet door de sporen lopen. En dan hebben die vaak ook maar een half woord genoeg. Ergert u zich aan die hardnieuwsmannen? Nee, op zich niet. Als ze, zolang men doet wat de politie graag wil dat ze doen. Als ze niet in de weg lopen. Maar dat doen ze natuurlijk wel eens. Uitvoeren dan... Dat is daar genoeg. Vindt u het goed dat dat nieuws gebracht wordt ook? Ja. Waarom? Dat is denk ik voor de burger belangrijk. Waarom? Omdat de burger ook recht heeft op nieuws. En omdat de burger misschien ook nog wel eens alert gemaakt wordt door het nieuws. Is dit een lastige jongen? Ik ken hem niet persoonlijk. Nog niet? Nog niet. Het is niet echt spannend allemaal zo. Is dat nou niet frustrerend voor een hardnieuwscameraman? Het is niet zo dat ik echt hoop dat er iets gebeurt. Ja. Maar het is ik hoop, ook kijken als er een enorme toestand uitbreekt. Jij bent er wel bij. Nou, waar ik minder problemen mee heb, of wat ik wel dus ook leuk vind, zijn schietpartijen in het criminele circuit. Omdat, ja, dat vind ik een beetje het risico van het vak. Heb je een goede liquidatie meegemaakt? Ja, de liquidatie van Hengst, daar was ik als eerste plaatsen. Dat was wel. Dat was wel heftig. Behoorlijk paniek, de scanner in de zak. Dus ik kapte het gesprek af. En nou, toen was het heel snel duidelijk dat het om een bekend iemand ging en dat de paniek heel groot was. En dat hij dus ook al overleden was waarschijnlijk. Buiten tussen het 500 persoon die in zijn hoofd geschoten over. Ja, dan is het nekhaar overeind en ja, rijden als een. Daar is een wilde, wil ik niet zeggen. Maar met gevaar voor eigen leven? Nou ja, je probeert er wel zo snel mogelijk te zijn. In dit geval moest ik heel woningblok omlopen om een beetje fatsoenlijk bij de plek te komen. En toen ik hem eenmaal zag liggen, ja, dan gaat de adrenaline door je heen. Die persoon is neergeschoten met een automatisch wapen. Dus trekt u al een veste aan. Is dat waar je het voor doet? Ja, want je hebt natuurlijk kans dat ze meteen alles al afdekken of afschermen. En dan is het wel erg. Ja, dan is het wel de sport om er zo snel mogelijk te zijn voordat de politie dingen gaat wegmoffelen of ja, uit het zicht gaat houden voor ons. De weg gaan wij samen hier om het veiligen. Dit is wat nu gaan regelen. Ik ga geen volgende bijdragen. Hoe lang doe je dit werk? Veel te lang. Echt veel te lang. En dat is? Bijna 35 jaar. En nog steeds met plezier? Altijd met plezier, dan had ik ermee gestopt. Ja. Maar zit dat erin dan? Het zit erin dat je een sensatiebak bent. En je wil er eigenlijk liefst als eerste bij zijn. En het nieuws zelf meemaken. Oh!
Verkeduk, we gaan naar Berghout. We gaan even buiten de regio. Oké, okay, wat is er aan 20 auto's, kettingbotsing. A7. Kettingbotsing, 20 auto's met beklemming. Win onderweg. Nou, 20 auto's. Min 18, min 16, min 15. Nou. Hele poppenkast, hele snelweg afgesloten. Is het nieuwswaardig? Hier ligt Nederland niet wakker van. Maar je hebt niet de pest in. Nee. En ik heb een relaxed avondje gehad. Ja, maar je hebt niks verdiend. Ja. Soms verdien je wat. En soms verdien je niks. Het zijn natuurlijk heel veel mensen, als jij staat te draaien bij een ongeluk, die dat wat minder leuk vinden. Wat zeggen ze tegen je? Lijkenpikker. Ja. Je kan ook roepen, lijkenkijker. Want hun staan er ook met een poffertje poren bij. Want zo makkelijk is het toch? Want ieder mens zit in een sensatiebak. Want waarom hebben we al die files als er een ongeval gebeurd is? Niet voor de Jan Doedel. Maar vind je het goed dat die ongelukken worden gefilmd? Wat is het nut? En de mensen die willen dat graag zien. Je zou kunnen zeggen, dat moet je niet filmen. Alle mensen zijn sensatiebakken. En degene die zeggen, ik ben het niet, die liegen tot ze barsten. Maar wat is de nieuwswaarde? Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Nou, ik verdien er geld aan. Zo makkelijk is het. Ze meldt zijn bedrijf door een man met een grijze jas. De man noemt zichzelf Duncan. Nou ja, de man is in bezit van een mes. Dus denk ik in ieder geval even om de veiligheid. Ja, want vuiligheid voor alles. Ja, ik heb het meegeluisterd, hoor. Naar de Prins Hendrikade, daar is een vrouw bedreigd. Door een man met een mes. Ik heb sprake geweest van een bedreiging, Vincent. Ik heb alleen het mes afgezien. Heb jij misschien nog iets van een nare signalement? Niks? Het is geen bedreiging, hij heeft enkel een mes laten zien. Ben je nog wel eens ergens kapot van? Ja, af en toe wel, ja. Wat zijn dat voor dingen? Als er kinderen bij betrokken zijn. Ja. Maar een brand met slachtoffers, daar kan je redelijk goed tegen. Nou, als ik ze niet ken, dan doet het me vrij weinig. Maar als je ze daar heel halve brand afgevoerd ziet worden? Ja, ik heb het niet gedaan. Nou, ik heb één keer een idiote melding gekregen. Er waren een man uit ramen springen in Amsterdam-West. Ik kom daaraan. Er stond inderdaad een overspannen man, maar met zijn kindje in zijn armen. Nou, een buurman die stond maar op hem in te praten, Denk om dat kind! Ga naar binnen toe. Praat met die mensen. Nee. Praat met die mensen. En wat er aan de hand is, dat komt vanzelf wel uit. Laat er even het kind af. Jezus. Wat ben jij voor een kutvader. Sorry hoor. Zijn dat dingen die je... Die blijven je altijd bij. Altijd. Jaren geleden mocht je mee met de politie.